Drie uur, Martijn van Beek met het NOS Radio Nieuws. Vannacht hebben de strijdende partijen in Ivoorkust een akkoord bereikt over een vredesplan. Het akkoord werd ondertekend in Parijs, waar sinds vorige week gesprekken worden gehouden tussen de regering van het West-Afrikaanse land, de rebellen, de politieke partijen en bemiddelaars. Over de inhoud van het akkoord zijn nog geen details bekend. In Ivoorkust woedt sinds september vorig jaar een burgeroorlog die aan honderden mensen het leven heeft gekost. Drie rebellenbewegingen eisen dat president Gbagbo opstapt. Israëlische gevechtshelikopters hebben aan het begin van de nacht het vuur geopend op doelen in Gaza-stad. Volgens getuigen zijn in het zuiden en oosten van de stad tenminste 11 raketten afgevuurd. Onder meer een kapel werd getroffen. Er zouden zeker 6 mensen gewond zijn geraakt. Tegelijkertijd met helikopteraanvallen is het Israëlische leger Gaza-stad met tientallen tanks en panzervoertuigen binnengetrokken. Het Israëlische ministerie van Defensie wil niet meer zeggen dan dat er een actie aan de gang is. De inval volgde een paar uur nadat de Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever 3 Israëlische militairen hadden doodgeschoten. De 3 Israëliërs werden van korte afstand neergeschoten toen ze in de buurt van Hebron op patrouille waren. Er is niets mis met de bodyscanner die op het vliegveld van Curaçao wordt gebruikt om te kijken of passagiers bolletjes drugs hebben geslikt. Dat stelt een stralingsdeskundige van een bedrijf uit Rotterdam. Volgens hem geeft het apparaat niet te veel straling af, maar moet de inspectie Volksgezondheid wel toezicht houden. De deskundige was door de regering van de Antillen gevraagd de bodyscanner te onderzoeken, nadat een Nederlandse radioloog had gezegd dat aan het apparaat te veel risico's kleven. De Antilliaanse minister van Volksgezondheid stelt de bodyscanner op het vliegveld nog niet in gebruik. Ze wil er eerst in de Antilliaanse ministerraad over vergaderen en ze wil ook nog wachten op een advies van de Wereldgezondheidsorganisatie. En dan het weer, droog en opklaringen, hier en daar lichte vorst en kans op gladheid. Overdag vrijwel droog en geregeld zon. Middagtemperatuur 5 graden. Dit was het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. In de provincie Friesland en in het midden van het land is het door bevriezing plaatselijk glad. Ook op andere plaatsen in het binnenland kan het de komende uur op lokale wegen, bruggen, viaducten en op- en afritten plaatselijk glad worden. Help, help, I'm being repressed! Hallo? Is daar iemand? Geen tijd, een programma van Paul van Gelder. Hi, this is your golden announcer saying, don't I have a lovely voice? Lovely voice, lovely voice, lovely voice, lovely voice.